Dat is eigenlijk heel toevallig gekomen. Ik was helemaal niet van plan om een boek te schrijven over homo's. Ik was van plan om een boek te schrijven over Adriaan. En Adriaan ging in dat eerste langdradige deel naar Amerika. En hij komt daar dus in Amerika Jack tegen. En ik was in New York toen ik aan dat deel van het boek aan het denken was. Ik denk ook. En eigenlijk, ja, hij was daar met Jack en per ongeluk, ja, jullie weten hoe dat gaat, je kan dat niet kiezen. Per ongeluk werd Adriaan verliefd. En per ongeluk was dat dan ook niet zo nog eens op Jack. Dus ja, daar zat ik dan met mijn twee homo's. Dus moest dat verhaal, ja, als die verliefd wordt, kan ik dat niet zomaar zeggen van nee, Adriaan, je mag niet verliefd worden. Dus het gebeurde, dus moest ik dat natuurlijk ook uitwerken. En zo is het eigenlijk inderdaad het tweede deel er aangekomen. Zoveel emotie in je boek steken, want ik heb er zelf bij geweend bij je boek. Dat is allemaal een kwestie van inleving. Ik besteed heel veel werk aan research en net zoals Aline dat daarnet ook zei. Ik besteed niet alleen veel tijd aan het opzoeken van de feiten, maar ik probeer mij ook enorm in te leven in elk personage. Ik had nu twee hoofdpersonages, wat het een beetje gecompliceerder maakte. Ja, misschien is Rebecca dan het voor de hand liggende lieve, warme meisje en Lara het hardere meisje. En toch vond ik het belangrijk van ze alle twee even menselijk te schetsen. Ook als ik een antipathiek personage heb, wil ik laten voelen waarom die zo is. En gevoelens zijn natuurlijk van alle tijden en van alle culturen. En het is ook het soort boek dat ik het liefste lees. Ik moet het gevoel hebben dat ik met personages van vlees en bloed te maken heb. Ik heb mij ook echt proberen inleven van hoe zou dat zijn als je zo verkracht wordt als heel jong meisje. Hoe moet dat zijn om je moeder te zien sterven? Je hoeft het niet allemaal zelf meegemaakt te hebben om je echt goed te kunnen inleven. En ik zelf tijdens het schrijven had ik het zelf soms moeilijk bij bepaalde scènes. Als op het moment dat Rebecca voor het eerst beseft dat zij anders is dan Lara. Dat besef komt er op het moment dat ze ziet hoe haar moeder zweepslagen krijgt. En dat niemand iets doet, dat zelfs haar vader niet durft ingrijpen. Dat gevoel hoe ik mij als kind zou gevoeld hebben terwijl mijn moeder zou geslagen worden en niemand iets zou doen, ik voelde dat verdriet tijdens het schrijven en die machteloosheid opnieuw eigenlijk. Om een verhaal te schrijven over bulimie, ik ben eigenlijk nooit op zoek naar thema's om over te schrijven, want ik ben er een beetje bang van. Omdat ik hou er niet van als men gaat zeggen van het nieuwe boek van Do van Rans gaat over een. Of mijn volgende boek wat ik ga schrijven gaat over een gaan. Dus ik zeg nu dat staat echt voor puntje puntje. Ik schrijf niet graag over thema's, maar natuurlijk je kan thema's niet uit de weg gaan. Je moet natuurlijk altijd wel iets hebben om over te schrijven of een kapstok hebben waar je verhaal aan hangt. Ik wil vooral verhalen vertellen over mensen, over wat er in mensen omgaat. En dat is wat mij vooral boeit. Maar om dat over te brengen, moet je natuurlijk wel iets hebben. En in dit geval was ik dus gestart met dat ene woord de. Want dat is geen leugen, dat is echt zo. Ik ben met één woord begonnen. En na een poosje nadenken ben ik op die eetstoornis gekomen. En heb ik gezegd, kijk, oké, dit ga ik gebruiken om een verhaal te schrijven. Een verhaal niet over een eetstoornis, maar over een meisje dat vlucht. Een meisje dat weg wil, om wat voor reden dan ook. Het is een verhaal over iemand die schreeuwt naar aandacht. Die om allerhande redenen geen aandacht genoeg lijkt te krijgen, want dat gelooft ze zelf. Maar naarmate ik aan het schrijven was, ging ik vooral ook een verhaal schrijven over weglopen. Het komt er ook eens in voor, de wegloopclub. Ik wil eigenlijk de lezer wel, ik wil niet schrijven ook, ik wil er ook geen boodschap in stoppen of zo. Ik wil gewoon een verhaal schrijven wat leuk leest of wat boeiend is. Maar wat ik wel vond, wat ik moest doen,
Ik wilde niet de lezer laten geloven dat als je problemen hebt, dat je moet gaan lopen. Want dat is het slechtste wat je kan doen. Want dan loop je van het probleem weg, maar opgelost is het niet. En je komt dan ook weer in een andere situatie terecht, in een ander probleem misschien, want daarnet werd de vraag gesteld, waarom die verkrachting? Wel, omdat ik ook wel wil aantonen dat als je van de ene ellende gaat lopen, kom je vast wel in iets anders terecht, wat dan wel weer minder positief is. En dat laat jou dan inzien dat je dat waar je van gaan lopen bent, misschien niet eens zo slecht is. Dus ik wilde geen boek over bulimie schrijven, eigenlijk. Dat is in een notendop mijn echte antwoord.